tot de baan in Lapkoude. Met een goede uitgangspositie voor Jan Willemvroeg. Kijk eens even, heel bekeken door die kuil heen. En daarachter is Sjaak van Manen. Sjaak van Manen is even buitenspel gezet. Wordt genoeg genomen met een vierde plaats. En Jos de Groot die is heel druk met die achterblijvers. Zien we dat Jos de Groot inmiddels aansluiting heeft gevonden met Willem van Anderaat en Vaarden. Maar goed, Jos ligt daar wel een rondje voor natuurlijk op Willem van Anderaat. Die lijkt het rustig uit te doen in deze manche. Hij zit erin, kijk eens aan de buitenkant, Willem Vroef. En Jan Willem, oh, hij deelt een klein tikje uit. Jan Willem Vroef stuurt een heel klein beetje naar buiten toe. Raakte daarmee zijn vader Willem Vroef, maar goed, hij is er voorbij hoor. Kijk eens eventjes. Terwijl de vlag valt voor Jos de Groot, maar dat lag in de lijn der verwachting. Kijken wij naar de verrichtingen van Willem en Jan Willem. Maar Willem is er voorbij. Oh, wat trekt hij een lange neus naar Jan Willem. Kom op! Kom op! Kom op! Kom op! De wedstrijd wordt stilgelegd. Dat is Sjaak van Manen die op zijn dak legt. De wedstrijd wordt stilgelegd. Nou goed, de finishvlag was al gevallen, dus ik neem aan dat er een uitslag bekend zal zijn. Prachtige strijd was dat tussen de... Hij is wel heel erg zoet, hè. Tussen papa en zoon lief, Willem en Jan Willem Verhoef. Met de winst voor Willem Verhoef. We vragen daarvoor de medewerker. We zijn weer onderweg met de herengroep 2. Of nog niet? Nee, nog niet. We zien dat er een naar achteren moet. Dat is nummer 116, Bob Burger uit Duivendrecht. Die heeft niemand voor zich staan. Nee, nee. Volgens mij was dat een valse schat. 116. Hij zit er ook heel goed bij. Maar kijk, Ivo Galenkamp is in gevecht. Meteen al met nummer 116. Bob Burger, Ivo Galenkamp aan de buitenkant. Bob Burger aan de binnenkant. Prachtig gevecht tussen deze twee mannen. Bob Burger, hij had wat pech in de vorige manche. Hoe zag hij daarvan de hond niet uitgeleid? Nou, toen kwam hij toch in de problemen. Nu ziet het beter uit. Fred de Haan rukt op naar voren. Dat geldt ook voor de 74, maar het kan niet. De Oranje Kever. En daarachter onder de vierde, de standaard auto van Marco Boya, Bruno Vechter, plaats nummer 5. Leider in de wedstrijd van Geen Rollers, Bob Burger. Daarachter Ivo Galenkop. En dat Fred Haan. Ons op Koudenaar, die de auto was hier in de Koude al een keer op zijn naam wist te schrijven. Mark Koning, nummer 74. Daarachter nummer 171. De winnaars van Manche nummer 2, schuift hem klaar, plekje op. Rijdt inmiddels rond op plaats nummer 5. En Fred Haar is inmiddels ook heel dichtbij gekomen. Die drie die zitten heel dicht bij elkaar nu. Fred Haar heeft ook volledige aansluiting nu met Ivo Galenkop. Hij gaat zelfs naar roeren naar de gaten. Zit aan de binnenkant te kijken, te pushen. En Ivo Galenkop zit in een moeilijke positie, omdat hij wil graag uitvallen. Die wil Bob voorbij. Maar hij moet oppassen, want Fred Haar zit daar heel dicht achter. En Fred Haar, ja, die wil natuurlijk Ivo Galenkop voorbij. Ivo Galenkop, in dat doet hij goed, die van Galenkop. Gooit daar de deur dicht voor Fred Haan. Fred Haan nog voorlopig even genoeg en even een derde plaats. Zit er buiten komen met de achterblijver. Hoi, hoi, hoi. Die verrekt zichzelf in de nest hoor. Bob Burger die merkt er helemaal niks van. Die gaat er wat leider op de avond. Die van Galenkop, ja! Die van Galenkop. Oh nee, net niet. Het leek er even op alsof hij de binnenkant voorbij zou steken van Bob Burger. Maar dat lukt er nog niet. Nu dan aan de buitenkant. Bob Burger heeft gelijk aan de achterblijver. Ja, die van Galenkop is zijn tweede plaats kwijt. En Fred de Haan schuift door naar plaats nummer 2. Hij zit in de aanval in de Bob Burger. Fred de Haan, Fred de Haan pakt daar de leiding over van Bob Burger. Hij is voorbij. Hij gooit de deur meteen dicht. Fred de Haan, uit op koude, heeft de leiding overgenomen van Bob Burger. Bob Burger, kan die ook nog op de baan houden? Ja hoor, hij wordt tweede. Maar de winst die is van Fred de Haan. In de derde plaats, die is dan voor Ivo Galenkop. Uit Sleidrecht, met nummer 112. Hij pakt hier de derde plaats. Wat een prachtige race met een winst voor nummer 437, Fred de Haan. De man die vandaag afhankelijk in zijn trio zal starten voor het Nederlands kampioenschap. Maar ik vertelde u net al, die wedstrijd is afgelast. Die is geschrapt van de kalender. De omstandigheden waren te slecht. Alle deelnemers moesten daar weer van het veld gesleept worden. Eén voor één heb ik even inhouden. Wachten totdat er ruimte is. En dan als er ruimte is, in één keer het gas weer op en er voorbij is. Dat doet hij goed, Hans Hogenhout. Daar gaat hij nog aan de leiding. Brouwer,
op de 19 op de tweede plaats. Op de derde plaats is het de groene kever van René Kennis op nummer 35. Dan denk ik dat het op de vierde plaats is. Oh, Roger Boucher! Vierde plaats 114. Dat is de titel. Op de vijfde plaats lag Roger Boucher, maar die rijdt daar. Die was er zo op de hoop gereden. Roger Boucher wordt gewoon in de kant gereden. En het is er over en uit. Op een mooie vijfde plaats lag hij, maar het is er voorbij. Ja, het is gewoon eerder voor de stroombaan aan staan. En nu dan in de sloot. Ik kan het stekker niet lezen. Ik kijk hier, we staan alleen op de sloot. Op het rechte eind. Probeer nu veilig uit de auto te stappen. Dat moet lukken, denk ik. Hans Hogenhout, te maken met achterblijven. Zijn we nou vandaag? Dat is echt gelukt, hoor. Tweede plaats van Trouwen. En dan is het wachten op die derde plaats. Daar rijdt die groene kever van René Kennis. Met nummer 35. Eerst aan achterblijven en dan ook René Kennis veilige finish. Nou, Roger Boucher die heeft toch nog de auto weer in de gooi heeft gekregen. Maar ja, hij heeft wel kostbare plaatjes over uit het hele land. Ik heb hier de premie van de man die in de sloot ligt. Even juichen. Ja, 15 euro joh. Dat is net goed voor de stomerij. Aangeboden door bouw- en aannemersbedrijf van Wallenbeek uit Bouwrechter. 15 euro premie voor de man die hier in de sloot staat, de auto. Met de kleuren rood en wit. Niet zo leuk. Nou, de eerste drie had ik u verteld. Die klopt inderdaad en zelfs de vierde plaats. Ronald Inlot, die klopt ook. De manche-overwinning voor Hans Hogenhout met de nummer 95 uit Amsterdam. Doet goede zaken. Hij won ook de tweede manche. En dit is weer een mooie manche-overwinning. En daarmee doet hij goede zaken voor een eventuele plek in de finale. En daar kunnen wij het nummer lezen van de man in de sloot, dat is nummer 77. Arjan Bos uit Vleuten. Voor Arjan Bos dus 15 euro premie, omdat hij daar de sloot in rijdt. Het is een hele ouderwetse wisselbeker, maar die is dus al sinds het begin van de autocross in de roulatie, dames en heren. Uit 1974 dateert deze wisselbeker. En hij gaat voor de tweede keer mee met Fred de Haan. Nou Fred, ik zou zeggen, betreed het eerst gevoet, dan kunnen we nog veel mooiere foto's maken. En dan vraag ik u, dames en heren, om nog één keer de handjes op elkaar voor deze toppers hier dit jaar in Apkoude. Heeft ze een applaus, Fred de Haan, Ivo Galekop en Piet van Dijk. Goed jongens, nog eventjes een ererondje over het spier op de auto van de winnaar. Wat een gaas hè, de prijswinnaars van de Autocross Apkoude 2008.